Zoals in ieder dorp heb je een rusthuis. In ons rusthuis werkt Els met haar collega. Vandaag is het wel een beetje een moeilijkere dag dan anders. De micro, portefeuille. Doe toch maar hoor, als je het aan moest. Ja, moest dat. Ja, dat is spa. Onze Luïtje is nu gestorven deze week. En dat zijn de laatste spullen dat we nu van René opruimen. Omdat er dan terug een nieuwe opname komt. In deze kamer dus wordt alles geleegd en wordt allemaal terug klaargemaakt voor de nieuwe bewoner dat toekomt. Dus dat is wel af en toe een moeilijk moment. Omdat ja, mensen zijn hier zo lang gewoond. En hier, ja, like René is hier meer dan 10 jaar bij ons geweest. En dan is dat soms wel pijnlijk als je zijn spullen allemaal moet opruimen. Maar ja, toe raar. Een afscheid. Die. En hoe je hem zo lang gekend hebt, dat is bijna like familie. En ja, je moet daar afscheid van nemen. Dat is ja, een stuk wel met pijn in het hart. Maar wel, de herinneringen blijven wel. Dus je blijft er mee zien like dat je hem altijd gekend hebt. Het zijn oude mensen. Allee, dat maakt een stuk van... Je weet als hier komen, dat is al om te sterven. Ja, hoe jammer dat dat ook is. Dus ja, we houden ze graag lang bij ons, maar ja, oude mensen. En ze spaan. Ja, probeer eens te weg. Ja. Meestal neemt de familie echt de persoonlijke, de eigen dingen mee. Maar met daar niet veel familie had. Ja, wat moet je daarmee doen? In een doos steken? Dat is eigenlijk wel zo... Dat geeft een raar gevoel dat je, ja... René had een heel leven, heeft hier zo lang gewoond, was hierover gekend. En inderdaad, moet dat hier in die duizend steken. Ja. Daar riep weer naar René. Ja. Hé? De foto van de club. Dat is eigenlijk niet te begrijpen. In drie rozen kan niet. En Hans leven... Niet van 82 jaar. Hij verzamelde alles. En ja, aan nu in drie dozen is er René. Het laatste dat we opbergen van hem. Ja. Ja. Thank you.